Yo mensen, we kijken deze voorspellingsvideo. Mijn naam is Wesley van FIFBoy1999. We hebben vandaag weer een nieuwe voorspellingsvideo. En ja, ik ben net op mijn bed, weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik ben net wakker. Dus goed, ik ga toch de voorspellingsvideo doen, omdat Feyenoord vroeg speelde. Moest ik even te vroeg wakker worden om de voorspellingsvideo voor jullie op te nemen. Maar goed, jullie gaan hiernaast weer de opstelling zien. Ik kan er ook wel even bij pakken, dat kan heel eventjes duren. Maar dat hebben we zo gepiept. Dan gaan we naar Feyenoord toe. En dan hebben we hier de opstelling, hoop ik ergens, in het verhaal van Feyenoord. Huppakee, nog niet. Maar goed, hij is er wel, jullie zien hem hiernaast, dus ik kan hem helaas niet opstellen. Maar Marsma staat volgens mij weer in het doel, als ik me niet vergis. Ik heb hem namelijk al gezien, maar ik kan hem niet vinden zo snel even op mijn telefoon. Maar hiernaast zien jullie de opstelling. Ik denk dat het voor Feyenoord, ja, het is uit tegen Vitesse. Ik hoop... Uit Vitesse heb Slutski niet meer. Maar ik denk toch dat we winnen met 1-2, 0-1. Winnen wij dus. Wij winnen dus met 0-1, want we spelen uit. Of we winnen met 1-2. Wat denken jullie? Laat het weten onder de reacties. En dan zeg ik bedankt voor het kijken naar deze voorspellingsvideo. Druk op de duim omhoog is niet gedaan. En dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu. Later.